En bestuursambtenaren van het commissariaat Sipaliwini krijgen tools aangereikt om hun werk beter te kunnen uitoefenen. Volgens Maverick Boyuku, directeur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, is het de bedoeling dat bestuursambtenaren landelijk getraind zullen worden. Kijk, er zijn, weet je, elke jaar of elke regeerperiode krijg je nieuwe bestuursambtenaren erbij. En zij moeten geschoold worden en die oude ambtenaren moeten verder geschoold worden, zodat eigenlijk het niveau hoger wordt. Volgens Osea Bini, districtscommissaris van het bestuursresort Pamaka, is deze training nodig om bij te dragen aan het werk van de ambtenaren. De burgervader zegt dat alle bestuursambtenaren van de 7 commissariaten van Sipaliwini deel hebben genomen aan de training. Multaan kan lopen. Dat is belangrijk om eigenlijk de kwaliteit van het werk te versterken. En ook dat wij als Sipaliwini, laten we zeggen, meer kunnen doen voor het gebied en meer ontwikkeling kunnen brengen in het gebied. Maar daarnaast ook de kennis en inzicht die we hebben, dat we weten hoe we dat moeten toepassen in ons werk. Dus voor ons was het heel belangrijk. Vandaag is de afronding van de eerste module. Er zijn nog een aantal blokken die de mensen moeten volgen. En we hebben het op een leuk moment hebben we het afgerond, dus het eerste blok. Dus vandaar dat we hier zijn om eigenlijk het te vieren dat wij succesvol het eerste blok hebben afgerond. Volgens John Munslag bestond de training uit verschillende modulen. Munslag zegt dat er verschillende vaardigheden aan de orde zijn gekomen. De trainer legt uit dat er veel aandacht is besteed aan communicatie. Volgens Munslag is communicatie een van de voornaamste vaardigheden die nodig is bij het uitoefenen van hun ambt. Ik noem u enkele onderwerpen: leiderschap, time management, daarnaast communicatie. Want ik heb begrepen van de directeur ROS dat het wel een beetje schort aan het communiceren binnen de bestuursdienst. Dus we hebben een aantal lessen verzorgd met betrekking tot de communicatie en de bestuursambtenaren erop gewezen dat communicatie ertoe leidt tot gedragsverandering van jouw ondergeschikte. En als je niet op de juiste manier communiceert, ga je je doelen niet bereiken. Toch? Dus we hebben zitten beuken op dat stuk van communicatie. En daarnaast hebben we ook time management hebben we ook hier aan de orde gesteld. En ook andere zaken die de ambtenaren bij de uitoefening van hun taak zouden kunnen gebruiken. De bestuursambtenaren hebben de training positief ervaren en staan open voor meer in de toekomst. Nou, natuurlijk zeer goed. Beter kan het niet. Als bestuursambtenaar moet altijd weten dat ik ben nooit oud om wat te leren. Dus natuurlijk goed. Die training is net wat we nodig hebben, hè? In het werk. Het heeft ons ontzettend veel gesterkt, mij persoonlijk hoor. Wegwijs gemaakt, eigenlijk meer power gegeven om te weten wat je moet doen, hoe je moet handelen, hoe die DC te ondersteunen en hoe ver je mag gaan met de wettelijke regelingen. Natuurlijk, kijk, het werk van het bestuursdienst toch, totdat je met pensioen bent geweest, moet blijven leren, blijven studeren gaan, dus dan natuurlijk. Natuurlijk, er volgen nog meer moet komen.